Kleding shoppen. Veel mensen vinden het leuk. Maar bijna alle kleding wordt gemaakt in derde wereldlanden waar mensen in slechte arbeidsomstandigheden werken. Dat klopt. Wij zijn in Cambodja geweest en hebben dit met eigen ogen kunnen zien. Grote fabrieken met veel mensen die onder onveilige omstandigheden lange werkdagen maken. En deze mensen kunnen nauwelijks hun eigen gezin onderhouden. Dit vinden wij niet eerlijk. Dat is ook niet eerlijk. De situatie is vaak schrijnend. De werktijden zijn meestal veel te lang. Werkplekken zijn stoffig en benauwd. Machines voldoen niet aan de veiligheidseisen en gebouwen zijn slecht geconstrueerd. Wat vreselijke gevolgen kan hebben, zoals het instorten van een fabriek in Bangladesh. Wij willen hier graag wat aan doen. Daarom hebben we een vraag aan onze minister. Hoe zorgen we ervoor dat we meer eerlijke kleding kunnen kopen? Europa, daar wonen natuurlijk 500 miljoen consumenten. En als al die consumenten zeggen, ik wil alleen maar eerlijke kleding, dan is dat een hele krachtige boodschap. Maar Europa kan toch ook iets doen om de situatie van fabrieksarbeiders te verbeteren? Europa heeft een belangrijke stem. We kunnen beleid maken, afspraken maken met andere landen. We kunnen ook zeggen dat ze aan bepaalde voorwaarden moeten doen voor financiële steun. Dus er is heel veel te doen, maar je kunt gewoon zelf ook wat doen. En dat is gewoon in winkels vragen. Ik wil eigenlijk alleen maar eerlijke kleding. En heeft u die? En wat wilt u Europa laten zien? Voor Europa is het heel goed om te zien wat Nederland gedaan heeft. Dus we zijn naar Bangladesh gereisd, hebben daar met vakbonden gepraat, met fabriekseigenaren, maar ook met de grote merken, C&A, H&M. En ik zou heel graag willen dat Europa eigenlijk hetzelfde gaat doen en ook heel erg actief wordt op het gebied van eerlijke kleding. Wanneer is deze Europese top voor u geslaagd? Ik ben de minister van Hulp en van Handel. En dat betekent dat ik heel veel verschillende dingen kan doen. Het is heel erg belangrijk dat we hulp geven aan vakbonden bijvoorbeeld in Bangladesh. Maar het is ook heel erg belangrijk dat we als we handelen zeggen, we willen eerlijk handelen. In Europa ben ik een van de weinige ministers die dat alle twee doet. Dus ik zou het wel heel erg goed vinden als anderen dat over zouden nemen. Oké, wij gaan meer naar eerlijke kleding vragen. Maar we hopen ook dat Europa zich inzet voor verantwoord geproduceerde kleding.